denk je, zo hoog, gaat jij aan hun rug kunnen? Nee, nog veel groter. Huh? Dan gaan we daar stilaan naartoe wandelen. Hè? We moeten ze gaan zoeken. Ik hoop dat ze ver weg zitten. Dan kunnen we op voorhand eten klaarleggen. En dan kunnen we ze gaan zoeken. Hè? Dan gaan we ook nog kijken hoe mooi de natuur is, hè, onderweg. Hè? Met een klein knobbeltje aan. Ja? Ziet je dat? Ja. En daarin gaat zich dan vruchten voortzetten. Ja? Dus eigenlijk ook die. Dat zijn sporen, noemen ze dat. Dus zijn geen vruchten gelijk appels, hè? Nee, hè? Zo niet, hè? Maar klein, heel klein sporen. En in de herfst, dan gaat dat open gaan. Hè? Dan moet je maar eens terugkomen na de grote vakantie. En dan kun je dus hier. Die kapjes, dan kun je daar kapjes aftrekken. En dan komen die sporen vrij en die kun je niet zien, die zijn zo klein dat je ze niet ziet. Ja? Maar met de wind verspreidt zich dat. En zo komt dat er hier overal van dat mos ligt. Dus dat zouden we zoveel mogelijk met rust moeten laten. En vandaar dat we dat ook gesloten hebben. Dat deze zone hier, dat noemen we ook de sporen. Waar de koeien voorkomen, als ze hier doorkomen en ze hebben gegeten, dan lekken ze daar even te gaan. We staan hier in de Maten, op de plek waar de koeien af en toe eten bij krijgen als het winter is. Het zijn Schotse koeien die in het Schotse hoogland leven, maar het zijn Galloways en geen Schotse hooglanders. Het verschil tussen die twee koeien is dat de Schotse hooglanders horens hebben en de Galloways niet. Het zijn heel lieve beesten, ze lopen ook tussen de wandelaars in de winter. In de zomer gaan ze naar een ander gedeelte van het reservaat, waar ze dan heel rustig de hele zomer kunnen verder eten, slapen, vechten onder elkaar. Dat is allemaal mogelijk. Wat heb jij vandaag geleerd? Dat het harde kaka dan een andere voedingsstof is dan de zachte. Dat de koeien hier door het eten van de wilde planten een heel andere manier van kakken hebben, hè, dan de koeien die op stal staan. Ja, dat is goed.